In het vorige filmpje hebben jullie geleerd wat het domein is van een functie. In dit filmpje gaan we kijken wat het beeld is van een functie. Opgelet, in sommige handboeken kan je ook wel eens het woord bereik terugvinden. Dit wordt heel erg vaak als synoniem gebruikt. We gebruiken dezelfde voorbeelden als in het filmpje van het domein. Bij het eerste voorbeeld heb ik mijn tabel wel aangepast, want het beeld is nu de verzameling van de y-waarden waarvoor een x-waarde bestaat. Dus dat is omgedraaid. Het wil dus zeggen dat ik nu y-waarden ben gaan kiezen. 0, 1, 2, 3, 4. En op zoek ben gegaan of er bij die y-waarde ook een x-waarde hoort. We beginnen met de eerste y-waarde en dat is 0. Als je naar de y-waarde 0 gaat kijken en zien of dat daar een x-waarde bij hoort, dan zie je dat daar geen x-waarde bij hoort. We raken de grafiek niet. Als je naar de y-waarde 1 gaat kijken, zie je dat je hier onmiddellijk de grafiek besnijdt. En dat is mijn x-waarde 0. Bij de y-waarde 2 krijg je als x-waarde ook 2. Bij de y-waarde 3 krijg je als x-waarde 4. En als y-waarde 4 zie je dat er geen x-waarde is. De y-waarden 1, 2 en 3 hebben in deze functie allemaal een bijhorende x-waarde en die behoren tot mijn beeld. De y-waarden 0 en 4 hebben geen bijhorende x-waarde en behoren niet tot mijn beeld. Net als bij het domein kan ik ook als y-waarde comma-getallen kiezen, bijvoorbeeld 1,5. 1,5 bevindt zich hier op de y-as en heeft als bijhorende x-waarde 1, laat ons zeggen 2. Dus ook y-waarde 1,5 behoort tot mijn beeld. Dus net als daarnet bij het domein kan je hier zien dat het beeld zal starten op 1 en zal stoppen op 3. We krijgen een gesloten interval van 1 tot 3. In het tweede voorbeeld hebben we dus opnieuw onze halfrechten. We gaan het beeld bepalen op onze y-as. Dus we gaan kijken welke y-waarden een bijhorende x-waarde hebben. We starten met 0. De 0 heeft als x-waarde 1. Bij 0,5 krijgen we ook een x-waarde. We raken onze grafiek. Ook bij 1 zie je dat er een x-waarde is. Bij 1,5. En ik kan zo oneindig ver blijven doorgaan, want mijn grafiek loopt naar de rechterkant oneindig ver door. Mijn beeld start dus bij 0. Dat kan je heel goed zien hier aan het bolletje van mijn halfrechte. En stopt eigenlijk niet, maar het blijft oneindig ver doorgaan naar plus oneindig. 0 tot plus oneindig, dat zijn eigenlijk mijn positieve reële getallen. En kan je ook wel noteren als r plus. Let op het haakje aan het oneindigheidsteken, dit moet naar buiten staan. Het derde voorbeeld, onze rechte. Onze rechte loopt oneindig ver door. Dus net als bij het domein gaan we ook voor het beeld alle reële getallen krijgen. Kies ik een y-waarde 2, dan hoort daar een x-waarde, in dit geval 2 bij. Kies ik een y-waarde 3, hoort daar een x-waarde, in dit geval 3 bij. Elke y-waarde die ik ook kies, zal een bijhorende x-waarde hebben, omdat mijn grafiek oneindig ver blijft doorlopen aan beide kanten. Bij het domein hadden we gezien dat we een grafiek loodrecht moeten projecteren op de x-as. Bij het beeld doen we dit op de y-as. Je neemt dus opnieuw weer de twee uiterste punten. Projecteert die loodrecht op de y-as. En de tweede. Dan krijgen we min 4 en 2. Die kwamen van twee groene bolletjes. Dus twee haakjes naar binnen. Je noteert altijd de kleinste eerst, min 4, en de grootste laatst. Dan gaan we nog eventjes naar ons bundeltje, waar opnieuw drie voorbeelden staan. Het eerste voorbeeld is een rechte.
We hebben ondertussen al geleerd dat als je een rechte hebt, dat er altijd een verzameling van reële getallen zal staan, zowel bij het domein als bij het beeld. Elke x-waarde zal altijd een y-waarde hebben, maar omgekeerd, elke y-waarde zal ook altijd een x-waarde hebben. Het tweede voorbeeld herkennen jullie waarschijnlijk wel als een parabool. We gaan eens kijken wat het beeld is van deze parabool. We starten van onder. Als we de y-as volgen, van onder naar boven toe, dan zullen we zien dat de allereerste waarde min 3 is, waarmee dat we de functie ergens zullen gaan snijden. Mijn beeld start dus op min 3. Als we de grafiek nu gaan volgen naar boven toe, je kan dat naar rechts doen, maar eigenlijk kan je dat ook naar links doen, dan merken we weer dat die parabool niet zal stoppen. Dus bij elke y-waarde die groter is dan min 3, dus min 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 enzovoort, al die y-waarden die zullen een bijhorende x-waarde hebben. Dus we gaan verder naar plus oneindig. Opgelet, haakje naar buiten. Het laatste voorbeeld is weer een functie die bestaat uit twee delen. Wat belangrijk is als je zo'n voorbeeld gaat aflezen, is dat je zeker van onder naar boven gaat werken. Ik zal starten met het eerste deel, van onder naar boven. Starten we van onder, dan komen we een rood bolletje tegen. Het rood bolletje is min 2 op de y-as. Rood wil zeggen, hoort er niet bij. Gaan we deze stukje volgen, stoppen we bij een groen bolletje, loodrecht op de y-as. 1. Groen wil zeggen, hoort er wel bij. Net als bij domein zetten we het symbool van unie, want er hoort nog een stukje bij. Dat stukje start met een rood bolletje bij min 3, haakje naar buiten. En stopt bij een groen bolletje bij 3, haakje naar binnen. Op zich is het een juiste notatie, maar we zouden nog verder kunnen gaan. Je ziet dat heel het eerste stuk eigenlijk gewoon in het tweede stuk past. Dus in principe zou je dit kunnen weglaten. En noteer je gewoon van min 3 tot 3. Opnieuw nog twee zaken die jullie moeten aanvullen in een bundeltje. Als eerste de definitie van een beeld. Het beeld van een functie f is de verzameling van de y-waarden. Maar we noemen dat bij een functie ook wel functiewaarde, waarvoor er een x-waarde bestaat. Ja, die y is gelijk aan f van x. Jullie hebben gezien dat als je een functie hebt, dat je de y ook mag veranderen door f van x. Dus stel dat het een functie is, dan kan de y-waarde ook een functiewaarde worden. Noteer je als f van x. De notatie voor het beeld, BLDF, heb je nu al een aantal keer zien terugkomen. En helemaal op het einde nog eventjes aanduiden dat je het beeld afleest op de y-as, niet op de x-as. Dat is voor het domein.